Inspiratie, handige tips en gezelligheid. Daar draait het om bij Eigen Huis en Tuin. Nu bij RTL 4. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis en Trendhopper. Ach, jongens. Ja, leuk, hè? Ja, maar we zijn niet compleet. Oh ja. We jagen haastig voor het leven. Zware baan, altijd druk, nooit even tijd. Haastig voor het leven. De greep op alles zomaar kwijt. In deze laatste uitzending van dit seizoen gaan Rob en Myrna gezellig samen aan de slag. Terwijl Nico de laatste hand legt aan het tuinhuis in de Volkstuin. Waar je heerlijk op jezelf bent, thuis gebleven. Zo, dat ziet er weer een beetje uit, hè? Ja, nou, maar het heeft ook geregend. Het is heel logisch. Ja, hartelijk welkom allemaal bij Eigen Huis Tuin. Ik vind het een beetje overdreven. Waarom? Over 2 weken hebben we het EK-voetbal en de eerste wedstrijd Nederland-Duitsland. Dan moeten we nou een vast voorpret hebben. Ja, wat dacht je wat? Nee, hey, maar dit is niet het enige wat ik van de week gedaan heb, hoor. Zo? Ja, nou, ik ben gras gaan zaaien, ik heb graszoden gelegd en ik heb nog wat leuks gedaan met jou. Dat is absoluut waar. En het tuinhuisje is af, mag ik aannemen? Het tuinhuisje is af. Geef je dit klusje en dan wil ik lekker gaan barbecuen. En wat is dat klusje dan? Nou, ik ga die vlag ophangen en dan zie je heel vaak dat die vlag die gaat om die stok heen draaien. Ja? Dan heb ik een vlagcorrector. Het zijn 2 schijven, die maak je om die vlaggenstok heen. En er zit een draaimechanisme in. Nou, die draait dus mee met de wind. Dus die vlag gaat altijd lekker wijd van de stok af. Dit klusje nog en dan barbecuen. Dan barbecuen, ja. Alles al in de voorbereiding staan. Maar we gaan eerst kijken naar Rob, die zich verdiept in gras. En we zien een dag uit het leven van een tipgever. Zo. Gras is meer dan het groene bed waarop koeien grazen. Waarop dromers naar de wolken staren. En waarop geliefden elkaar vinden. Nou ja, zeg, wat ben jij romantisch, zeg, over gras? Heel bekend gedicht. En toch, eigenlijk is dat wel heel romantisch, want gras is opdringerig, hè? Mm-hmm. Want je vindt het over de hele wereld. Als er één plekje aarde is wat vochtig genoeg is, dan groeit de gras. Ja, dan groeit het er al. En het is ook heel belangrijk, want het komt op alle continenten voor. En alle hoefdieren leven ervan. Maar wat dacht je hoe belangrijk het voor de mens is? Haver, tarwe, rogge, gerst, rijst, mais. Dat zijn allemaal grassen, toch? Ja, ja, weet ik. Bier. Bier. Ja. Zullen we nog even blijven liggen? Heerlijk. Grasvelden die zijn er voor allerlei doeleinden. Voor gebruik en voor sier. Maar er zijn 2 elementen die heel belangrijk zijn. Er moeten polvormende grassen in zitten, zoals deze. Dit is echt een graspol, dit is 1 plantje. En zodenvormende, zoals deze. Kijk, deze die vormt onder de grond van die pennen en dan komt er weer een nieuw plantje. Dit noem je het betonijzer van een grasveld. Dit lijkt een gigantisch mooi grasveld met van die mooie gemaaide banen. Dat is het niet. Dit is een proefveld. Hier worden proeven ondernomen waar gras tegen kan. Dit bijvoorbeeld, die donkere banen, dat is gras voor sportvelden en daar moet je op lopen. Hier gaat een belopingsmachine op. Maar hier wordt gekeken of je gras zo kort kan maaien. De meeste soorten kan je niet kort maaien. Nemen ze hier een proef mee. Want ja, golfbanen, dat moet weer heel erg kort zijn. Dit is 1 bosbloemen. Het heeft helemaal niet zoveel kleur, maar het staat wel in de bloei. Het is een windbestuiver en dat kan je ook goed zien. Want kijk, die wind en die halm, nou, dan krijg je dat het stuifmeel weggaat en die bevrucht een andere aar. Daarna gaat die zaad vormen en dan in juli, augustus, dus per soort verschillend, wordt die geoogst. De planten van de verschillende grassoorten die zien er onderling ook heel anders uit. Maar dat geldt ook voor hun zaden. Want als je hier gaat kijken, dit is heel fijn zaad, dat is net poeder. Maar als je de hele rij afgaat, vind je hier extreem grof zaad. Kijk, dat is dat hele grove zaad.
graszaden die worden door boeren gekweekt. Ze gaan hectare inzaaien van één soort. En dan gaan ze in juli of augustus oogsten. Dan wordt het geoogst, dan zit het in deze zakken en dan wordt het hier gebracht. Maar dan ben je er nog niet, want met het oogsten heb je ook allerlei onkruidzaden geoogst. En je moet precies weten wat en hoeveel erin zit. En daar doen ze onderzoek naar. Dan wordt er een monster genomen en het monster gaat naar het laboratorium. Dat komt dan bij Anja en die gaat per zaadje zitten kijken hoeveel onkruidzaad zit erin. Valt het mee, dan is de partij goed. Ik weet niet hoe deze is, ik zie heel weinig onkruidzaad, hè? Valt wel mee, ja. Ja, ziet er goed uit. Als ze nou op het laboratorium ontdekt hebben dat er in een bepaalde partij te veel onkruidzaad zit, dan moet het er natuurlijk uit. Komt meer voor dan dat je denkt. En uiteindelijk willen we in ons tuintje echt graszaad hebben. We kopen geen onkruid. Dan moet het geschoond worden, zo noemen ze dat. Het wordt gezeefd. Het gebeurt in deze machines en dit zijn die zeven. Hier gaat het helemaal doorheen. Precies op het soort gras wat je wil hebben. Maar als ze dan klaar zijn, dan is het helemaal zuiver. Al het onkruidzaad is eruit. Dat onkruidzaad dat wordt later volgevoerd. En dan heb je een zuiver grasveldje. Over gras, hè? Dat er zoveel over te vertellen is. En er zijn nog veel meer dingen over te vertellen. Weet je wat ik nou eigenlijk zou willen? Nou? Nou, laten zien hoe je een grasveld kan zaaien. Nou, dan doe je dat toch? Ja. Ja, dat ga ik straks inderdaad doen. Ik kwam op een idee toen ik naar de wolk aan het staren was. Wat dan? Is misschien wel te combineren. Oh. Deal? Ja, straks. Gaan we nu nog even liggen, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Marten en Nes, interieurtipgever. Kom verder. Dankjewel. Je hebt echt een ontzettend leuk huis. Het is eigenlijk heel goed op elkaar afgestemd. Ziet er heel goed uit. Ik ben eigenlijk zeer tevreden ook met de meubels en hoe alles staat. Maar toch mis ik iets. Op zich zijn de kleuren vrij basic die je gebruikt hebt. Ja. En ik denk dat het heel erg leuk is om wat meer kleur in je huis te brengen. Zodat het wat sprekender gaat worden. Ik heb wel even een voorbeeld bij me met de behangstalen die ik hier op tafel heb liggen. Ik heb hier bijvoorbeeld behang. Ja. Een hele mooie serie. En waar ik aan denk, op de muur waar dus ook die hele mooie servieskast staat, om bijvoorbeeld deze blauwe kleur te doen. En waarom deze blauwe kleur? Ik denk dat het heel erg mooi is, want je kast springt enorm uit bij die blauwe kleur. En dit is het resultaat als je dat krijgt met dat blauw. Ja, ja, dat is veel mooier. Dit is het kamertje waar ik graag wat ideeën over zou willen hebben. De kinderen die eten hier 's morgens. Ja. Ze doen een spelletje. En we kijken soms tv, er staat een tv in deze kast. Maar ja, je ziet het. Het is niet echt gezellig, het hoort niet bij de kamer, het... Ja. Er is zeker heel veel van deze kamer te maken. We zijn wel vrij beperkt, omdat de ruimte niet al te groot is. Ja. En waar we ook op moeten letten, is de verlichting. Daarnaast zijn de kleuren hier ook heel erg belangrijk. Want je moet het niet te donker maken. Het lijkt me heel erg goed om hier een lekkere stoel neer te zetten, een soort love seat, waar je met z'n tweetjes net in kan zitten, maar wel heel comfortabel. En daar een lichte tafel waaraan de kinderen dus heerlijk kunnen spelen, kunnen plakken en doen, eventueel wat lezen. Ik heb ook nog een paar algemene tips voor je. En als je me even wil helpen, als we deze bank nu iets van de muur afzetten, zet deze lamp achter je bank op de grond. Als we nu iets terugschuiven naar de muur, krijg je dus dit resultaat. Je kamer lijkt daardoor veel groter. En om het ruimtelijk effect nou nog groter te krijgen, als je deze stoel nou op deze plaats neerzet. De stoel die daar stond was een beetje een barrière. En nu heb je een vrij uitzicht door de hele kamer. Je hebt echt een heel erg vrij huis, moet ik zeggen. Waarom heb je dan de interieurtipgever uitgenodigd? Omdat ik eigenlijk wat meer groen in mijn huis wil. Dat ontbreekt er wel aan. Ja, en ik kan niet echt de juiste plant vinden. Of, ja. Dat zoek ik. En een bank. Ik ben gek op rood. Ja. Ja. Kies in ieder geval dan voor een bank die vrij rustig is. Dat je daar dus elke keer weer andere kussens in kan doen. Zodat de kleuren gaan veranderen. Ik heb hier wat stalen. Je had het net over rood. Ik heb hier een prachtige rode kleur. Dat is natuurlijk heel erg fraai. Maar als het jou was, zou ik kiezen voor bijvoorbeeld een bank in deze kleuren. Een beetje beige-achtig. Dan kan je met een rode kleur altijd als accessoires de boel ophalen. En dan krijg je een bank zoals dit.
Ja, dat vind ik wel heel apart. Ja, en groen. Ik zou je even wat kunnen laten zien. De palm. Wat nu en groen in het huis brengt en gelijk een afscheiding maakt tussen je woongedeelte en tussen je keuken. En om het verhaal dan echt helemaal af te maken, kiekussens. Het beige wat bij je nieuwe bank past. En het rood wat je zo mooi vindt, echt als kleuraccent erbij. Ja, prachtig. Ja, daar was ik zelf niet opgekomen. Heel mooi. En dan heb ik nog een vraagje over dit hoekje. Ja. Dit behang ik altijd iedere 4-5 jaar. En misschien heb jij nog een leuke suggestie. Nou, je kan natuurlijk kiezen voor allerlei kleuren in streepbehang. Maar omdat je toch wel voor rood gaat, denk ik dat het heel erg leuk is om te kiezen bijvoorbeeld voor rozenbehang. Daarmee haal je je wand enorm op. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Een grasveld in je tuin, hè, is eigenlijk best moeilijk om mooi te houden. Nou, dat is een heel werk. Maar ja, je kan ook kunstgras nemen. Heb je niks te doen? Kunstgras in je tuin. Nou, dat kan natuurlijk wel. Kijk, je hebt van die mensen die hebben een kleine achtertuin. En die willen toch iets van gras hebben. En dat is erg nat. En ja, dan wordt gras niks. En die denken, ja, neem kunstgras. Dat kan. Ja, maar er blijft continu water op staan. Ik bedoel, bij sportvelden weet ik dat er een heel drainagesysteem onder ligt. Ja, maar dat is ook op het kunstgras. Er zit tussen dat kunstgras, er zit allemaal van die kleine gaatjes. En dan zakt het water zo weg. Nee, dat is helemaal geen probleem. Oh. En zijn er ook sportvelden op, met gras op waterbasis? Ja, maar dat is voor wat anders. Wat dan? Vroeger strooiden ze er wit zand tussen. En als je dan een schuiven maakte, nou, dan verbrandde het water zo de zijkant van je benen. Nou, op waterbasis is dat veel minder, want het wordt gekoeld. Tja. Waar je heerlijk op jezelf bent, thuis gebleven. Samina, wat wordt dat nou? Oh, ruik je het al? Kip met appelglazuur. Nou. Om het kwartier even insmeren. Nou, je eet je vingers er zo dadelijk mee. Lekker. Heb je Waldorfsalade bij? Ja, ik hou even tijd in de gaten. Oké. Ja. Deksel erin klein snijden, de witlof ook, de appel ook. Walnoten kruimelen. Kruimelen. Okay. Dat in de bak doen. Beetje mayonaise, een beetje zout, peper. Heerlijk. Hé, hey, wat knap. Hey, wist je dat chef-kok van het Waldorf Astoria uit New York dat ontdekt heeft? Ja, dat wist ik. Dat wist ze. Weet jij hoe je appelglazuur maakt? Ja, appelsap. Dan suiker, azijn. Dat laat je voor de helft inkoken. Dan ketchup. Dan even wat sinaasappelschil. Peper en zout en smaak toevoegen. Heb jij een krokant kippetje? Ja. Geweldig. Nou, het wordt een heerlijk maal. Want we maken ook eigen gemaakte patatten, salade erbij, lekker wijntje. Ik hoop dat u erbij blijft trouwens. Eerst gaan we kijken naar het tuinhuisje van Nico. En Rob die steekt zijn neus nog een keer in de grasprieten. Vandaag zijn we toe aan de laatste loodjes van ons tuinhuis. In de afgelopen week hebben we al veel gedaan. We zijn begonnen met de wanden. Die hebben we op de grond in elkaar gelegd en daarna overeind gezet. En vervolgens kon het dak erop en de vloer erin. Voor deze wand hebben we een kast gemaakt. We hebben wanden betegeld en de buitenboerders geschilderd. Ondertussen hebben we ook het grond rondom het tuinhuisje aangevuld. En vandaag komt hij helemaal af. En we beginnen met de keuken. Goed. Met je warm water om je handen te wassen is natuurlijk wel zo handig. Daarom monteer ik hier in het middelste kastje een inbouwmolen die bovendien nog zuinig is in stroomgebruik. Knelkoppelingen kun je het beste met twee sleutels tegen elkaar in vastdraaien. Daarmee voorkom je dat er wringing ontstaat in die verbinding. Voordat die slang allemaal gaat aansluiten, wil ik eerst de leiding schoonmaken. Want er kan altijd wat vuil of gruis in zitten. Alles is aangesloten, dus de hoofdkraan gaat even open. Spoelt de leiding schoon, dan kan de hoofdkraan weer dicht. En die schone leiding. Albert, zet hem eens open! Zo,
hier in dat kastje ben ik voorlopig even klaar. Je moet eerst het bovenblad en het aardeblad erop. Je moet het gat voor die spoelbak in het blad gaan zagen. Leg de spoelbak ondersteboven erop. Rondom teken ik hem eraf. En dan moet je 12 mm binnen die lijn moet je zagen. Dan pas je spoelbak er goed in. Niet zo vast. Nou, één slagje. Oké, ja. Het siliconenkit maak je de aansluiting tussen de bak en het aardappelblad waterdicht. Alle aansluitingen zijn gemaakt. Nu ga ik de boiler vullen. Dan moet ik ook even de laatste aansluitingen controleren. Die is droog. Die is droog. Nou, alles is in orde. Nu kan de stekker erin. Ziezo, het lampje brandt, dus die doet het. Albert gaat ondertussen de gaskookplaat monteren en ik begin met de keukentafel. We willen binnen en buiten zoveel mogelijk in elkaar over laten lopen. Dan ga ik hier een buitentafel maken. De blad is even breed als het blad van het aardappelblok. De buitenkant komt op twee poten te staan. Aan de binnenkant bevestigt het aardappelblok door middel van K-platten. Je kan hem heel makkelijk eraan hangen, maar je kan hem ook heel makkelijk weer eraf halen. En zo hang je hem aan het keukenblok op en heb je een mooie tafel. Maar ja, stel nou dat de deur dicht moet 's avonds, of je wil in het avondzonnetje zitten, wat doe je dan? Dan hang je hem op aan het schuurtje, ook met de kei plat. Wij gaan verder de boel afwerken en als u blijft kijken, ziet u straks het eindresultaat. Nee, ik die laag lekker in het gras. En dan denk ik, ja, er komt eigenlijk toch wel heel wat kijken bij zo'n grasplantje. Voordat je daar een grasveldje van in je tuin hebt. Nou, toen ben ik inderdaad eens gaan kijken. Ze doen heel veel onderzoek naar soorten. Dan wordt de graszaad gewonnen. Dat is helemaal vervuild. Dat wordt geschoold. Er wordt ook onderzoek naar gedaan. En als het dan helemaal schoon is, dan zitten ze hier in kisten. Maar dit zijn allemaal afzonderlijke soorten. En je eigen grasveldje bestaat uit minstens 4 soorten. Dat moeten ze nog gaan mengen. Dit zijn die 4 soorten. Hier zijn ze gemengd en dan is het geschikt om in je tuin te gaan zaaien. Moet je kijken wat aan handelingen je nodig hebt voordat je één zaadje graszaad hebt. Maar ja, dan moet het nog verpakt worden en dan heb je precies zo'n klein zakje die voldoende is voor je eigen grasveldje. Dit stuk ga ik een grasveld zaaien. Heb ik het al heel erg goed losgespit, want gras houdt van hele erg losse grond. Sommigen denken dat het goed vast mag zijn, maar dat is niet zo. Ik heb het helemaal geëgaliseerd, een paar keer geharkt en ook een paar keer zo aangetrapt. Dat is om het zo vlak mogelijk te krijgen. Nou, toen ben ik het gaan mesten, dat is een organische bemesting. Je kan er maar één keer onder komen, dus het is heel belangrijk dat je de juiste hoeveelheid geeft. Dat heb ik met de greep, heb ik dat er ingekrast doorheen gewerkt. En nu ben ik het weer aan het vlak harken. Als je nu gaat zaaien, dan heb je een keuze in wat voor gezond je wil hebben, want ze doen niet voor niks onderzoek. Wil je een ziergezon hebben dat alleen maar voor de mooiigheid is? Nou, dat kan, dat heb je. Gras staat voor een ziergrasveld. Je kan kiezen voor een speelgezon. Dat betekent dat je erop kan ravotten. Er zitten hele sterke grassoorten in. En dan kan je zelfs kiezen voor een schaduwgrasveld. Je hebt heel veel tuinen die liggen in de schaduw en het grasveld ook. En dan zie je dat het eigenlijk slecht doet. Nou, dan kies je het juiste soort uit, wordt het ook goed.
De hoeveelheid gras dat je nodig hebt, die staat altijd op de verpakking. Want je moet nooit te dik zaaien. Hoe dunner je zaait, hoe beter. Als je nou die hoeveelheid gekocht hebt, dan ga je dat verdelen in twee postjes. Dat is om het kruislings te zaaien. De ene keer loop je zo over het veld en de andere keer zo. Dan krijg je een hele mooie verdeling. Want elk sprietje moet wel op de juiste plek zitten. Zaad moet je altijd twee keer zo diep zaaien als dat het dik is. Nou, graszaad, daar heb je hele kleine zaadjes in. Ik ben aan het ingrepen en dan heb je twee keer zo diep gezaaid als dat het zaadje dik is. Zo, op deze manier. Dan ga je het harken. En als het glad geharkt is, dan pak je een grasrol en dan ga je het aanrollen. Zodoende dat het zaad goed contact heeft met de grond. Ja, het belangrijkste van het zaad is de kiemkracht. Als het oud is, dan kiemt het niet meer. Daar doen ze ook onderzoek naar. In het laboratorium wordt van elke partij graszaad een monster genomen. Deze zaden worden in een vochtige, warme ruimte gelegd. Na een week wordt er gekeken hoeveel procent van de zaden uitgelopen en dus nog bruikbaar is. Het zijn 100 zaden en zijn er 70 opgekomen, heb je een kiemkracht van 70%. Als je nou vochtig houdt in deze tijd, binnen een week komt het op. Als het dan gaat groeien, ik vind dat je niet moet wachten tot 10 centimeter hoog is. Ik wacht altijd 1,50 cm, dan ga ik het gelijk maaien. Na het maaien moet het 3 centimeter blijven staan en dan krijg je zo'n veldje. Wat ben je nou precies aan het doen? Oh, ik ga iets heel romantisch maken. Romantiek, daar gaat het om in het leven. Ik was vroeger altijd jaloers op die kinderen die een schooluitje hadden naar moestuintjes. Ja? Ja, ik bedoel... Ja, maar moestuintjes is natuurlijk ook wel leuk. Want als je het goed doet en je hebt een teeltplan, dan kan je zomers alles wat je teveel hebt, dan kan je invriezen. Dat zit in de vriezer, kan je 's winters eten. Kan je het hele jaar uit die groentetuin eten. Hoef je nooit naar de groenteboer. En bovendien vond ik het bijzonder dat als je een zaadje in de grond stopte, dat daar iets uitkwam. Ja. Toch? Ja, nou, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar juist als je een moestuin wil maken voor kinderen. Kijk, want je zegt het al, dat vond ik heel bijzonder. Moet het snel resultaat geven. Je begint altijd met sterretjes. Kunnen ze hun naam schrijven. Binnen een week zie je dat staan. Pompoenen ook makkelijk. Pompoenen zijn makkelijk. Maar wat dacht je van radijs? Lekker eten. Heel snel ervan. Als je groentes neemt wat te lang duurt, te verliezen ze hun interesse. Dat ga je heel langzaam opvoeren. Want als je op een gegeven moment andijvie wil hebben, ja, dat duurt weer wat langer. Dus, maar worteltjes? Ja, ik lust ze gekookt niet, maar rauw vroeger. Heel veel. Ja, dat is toch enig. Ja, dat is inderdaad. Sterrenkers. Snel resultaat. Ik ben van de week met Rob aan de slag gegaan. Ik ben me nu even redelijk in het zweet aan het werken om zo dadelijk heerlijk ontspannen onder een zonnehemel te kunnen zitten. Het is een kwestie van zagen, boren, het een en ander in elkaar zetten, een doek erover spannen en nou, het ziet er prachtig uit. Want alles in de palle zon zitten is natuurlijk ook niet alles. Bovendien is het slecht voor je gezondheid ook. Dus vandaar dat ik nu even aan de slag ben. De voorbehandeling voor zoden leggen is hetzelfde als bij zaaien. Je moet het lospitten, bemesten, egaliseren. Alleen je gaat dan zoden leggen in plaats van zaaien. Ja, waarvoor zou je eigenlijk een grasveld zaaien? Nou, omdat dat het beste grasveld wordt. A, heb je de meeste keuze, want je kan precies het juiste veld voor de juiste plaats kiezen. Alleen er is één nadeel. Je mag er een jaar niet op lopen, alleen om te verzorgen. Ook moet je niet gaan zeuren over kale plekken, want die groeien helemaal dicht. Dus je moet niet gaan bijzaaien. Maar ja, een jaar kan je het niet gebruiken. Dat is de reden dat heel veel mensen zoden kiezen. En dat heeft weer het nadeel dat er weinig keuze is. Want over het algemeen heb je alleen maar een speelweideveld en andere keuze is er niet. Ik ben nu de zijkanten van de zonnehemel in elkaar aan het zetten. Het is
werkt gewoon veel makkelijker op de grond. Ik zou ook eerlijk gezegd niet weten hoe ik het anders moest doen. Met die zijkanten ga ik straks naar Rob toe en dan gaan we hem samen verder in elkaar zetten. Dus dan is pas het klusje geklaard. Als je graszoden gelegd hebt, dan moet je goed sproeien en dan een week kan je al maaien. En eigenlijk 6 weken lang moet je er een beetje voorzichtig mee zijn, niet te veel gebruiken. Is lekker hoor. Want al schijnt de zon, even goed sproeien. Dat is heel erg belangrijk bij een grasveld. Deze dwarsbalken die zijn er natuurlijk voor om de constructie meer stevigheid te geven. En dan krijg ik mijn vleugeltje er niet op, mijn onderkant. Ja. Heb je weer nodig? Heb je me weer nodig? Heb je alles hier? Ja, oh ja, staan we daar. Oké. Kan je ze zelf verder vastmaken? Komt er leuk uit te zien zo, hoor. Wat is dat nou, joh? Dit zijn is kotelak. Kijk, dit zijn een soort... Nou, ze zijn eigenlijk net grashouden. Die kan je gewoon als stapstenen gebruiken. Kijk, leg je er zo tussenin. Gaat toch bloeien ook, hoor? Leuk! Gekke. En wat voor bloemetjes komen erin? Nou, deze hebben die hele kleine witte bloemetjes. En voor de rest ga ik eigenlijk allemaal een beetje veldbloemen neerzetten. Dat het helemaal zo'n veldbloemenrandje wordt. Ja, heel natuurlijk moet het toch ogen? En romantisch. Ja, dat weet ik. Daarom ben ik ook zo romantisch bezig. Nou, deze kan in ieder geval niet meer wegwaaien. Nee, deze zeker niet. Goed stevig staat hij. Nou, die hebben we ook behoorlijk in de grond gegraven. Die blijft hier ook staan. Maar stel dat je nou een groot grasveld hebt en je denkt, ja, je moet hem steeds verzetten met de zon mee. Kan dat ook. Dan moet je gewoon een paalhouder nemen. Dan bevestig je die paal aan en dan prik je hem zo over je hele grasveld heen. Hè? Precies waar je hem hebben wil. Ja, gaat ideaal. Maar je schiet er lekker op, hè? Jij ook, hè? Met het doekje kan je alleen? Tuurlijk. Oké. Okay. Ik ben hier allemaal van die bloem aan het neerzetten voor verwildering. En dit is de Inca-lelie. Dat is een hele bekende snijbloem. Maar het is ook een hele goede plant voor de tuin. In Engeland zie je dat heel veel. Maar ik heb ze zelf ook wel eens gebruikt. Kijk, en deze wortels die hier zitten, dat is net zoals kweekgras. Dat loopt door je hele tuin heen. Hij kan behoorlijk verwilderen. Maar het is juist erg leuk. Als je een border hebt en je ziet overal die Inca-lelies opkomen, is heel grappig. Helaas zie je ze te weinig in Nederland als tuinplant. Wat een idee, Rob, die cherry tomaatjes. Lekker, hè? Maakt wel weer een feestje van, hè? Ja, nou moet je kijken, er is toch één veldboeket? Ik zou best wel wat willen plukken, want die riddersporen vind ik prachtig in een boeket. Ja, maar je blijft er lekker even vanaf. Oh. Ik beschouw het altijd als tweejarige planten, hoor. Niet echt als vaste planten nee. Die je jaren hebt. Nee, hoor. Weet je wat ik wel doe? Als die is uitgebloeid, dan knip ik ze halverwege af. Ongeveer tot deze hoogte, dus niet bij de grond. Dan loopt die nog een keer uit, dan bloeit die van de zomer nog een keer. In augustus kan je nog bloeiende riddersporen hebben. En tweejarig houdt in. Dit jaar kweken, volgend jaar bloeien. En dan doe ik ze gelijk weg. Maar ik mag niet even met de schaar langs. Jij blijft eraf. Jammer. Jij zit gewoon door te eten. Lekker. Nou. Voor de overkapping kun je natuurlijk elk soort stof gebruiken die je maar wilt. Voilen is ook heel erg mooi, maar is met name mooi als je de constructie ook wat fragieler maakt. Moet natuurlijk wel bij elkaar passen allemaal. Dus ik heb gekozen voor katoen. Een beetje stoerder. Simpel, hè? Met bamboestokken en een doek. Zo, nu nog een paar riddersporen ertussen. Nou, hou het gewoon met gras. Minna, kun je even die plantjes water geven? Want die is zonnig, dus er goed tussenin. Hè? Dat je niet zo over het blad heen giet. Oké, okay, knopje drukken. Kijk, knopje drukken. Kun je geven wat je wil.
Mina, kom je even? Even genieten. Hoef ik dit niet af te maken dan? Nee, daar is het toch schaduw en je hebt het nog niet zo droog hoor. Wij hebben het droog. Als je maar één keer tegen me te zeggen, dat weet je. Hey, het is allemaal grappig geworden, hè? Ja. Nou, we hebben het over gras gehad. En één ding, daar is gras ook nog belangrijk voor, hè? De EK. Ach ja. Zo'n grasplantje. Een voetbalveld. Nou, die heeft ik heb er respect voor. Ja, hey. Heerlijk. Wat lagen we daar romantisch, hè? Ja, maar nou zitten we romantisch. Dit vind ik ook wel wat hebben, hoor. Ik vind het een heel apart ding, hè? Geinig, hè? Ja, ik vind hem heel geinig. Heel apart. Zeg Rob, ik wil even een toast uitbrengen op alles wat we het afgelopen jaar gemaakt hebben. Nou, maar dat doen we ook even. Proost. Proost, hè? Ja, ik ga weer gauw terug naar mijn plantjes natuurlijk, hè? Ja. Ga je er ook voor bloeien? We kunnen nu niet meer zeggen dat we er niet klaar voor zijn. Nee, allemaal oranje en dat met goudsbloemen. Vind je niet leuk? Prachtig. En goudsbloemen zijn eigenlijk heel erg makkelijk. Je kan ze ook makkelijk zelf zaaien. En als je ze nou in de tuin of een bak neerzet, moeten wij ook doen. Als je uitgebloeide bloemen hebt, moet je ze goed uithouden. Dan blijft hij maar doorbloeien. En weet je de Latijnse naam van hem? Nee, natuurlijk niet. Calendula. Is dat de calendula? Dat is calendula. Heel veel mensen weten het niet. Het is gewoon de goudsbloem. Die wordt gebruikt voor heel veel medicinale doeleinden. Ja, de calendula crème. Nou, dat is heel bekend. Het helpt overal voor. Nou, is dit een hele korte gedrongen plant. Maar goudsbloemen die kunnen ook erg lang worden. Dan kan je ze als snijbloem gebruiken. Als je dan ook steeds in die tuin die uitgebloeide bloemen weghaalt, dan gaat het maar door, hè? Maar jij vergeet het natuurlijk af en toe wel eens. Dat gebeurt gewoon. Dan vormt die zaad. En in een tuin wat een beetje zonnig en warm is, kan hij zich heel goed verwilderen. Komt hij gewoon vanzelf op. Heel makkelijk plantje. Ja, ik heb volgend jaar weer wieden. En hij brengt ons geluk, hè? Waar je heerlijk op jezelf bent, thuis echt super lekker. Goede verhoudingen, Nico. Ja, heerlijk. Ik kan niet anders zeggen. Wij gaan zo naar jouw houten tuinhuisje kijken. Ja. Maar heel vroeger waren alle huizen van hout, hè? Dat klopt. Kijk, mensen die bepaalden gewoon een stuk grond af en dan gingen ze hun eigen huis bouwen. Maar ja, op een gegeven moment gaat de bevolking groeien, dus er komt steeds meer vraag naar huizen. Ja. Dus toen waren er timmerlieden nodig. En zo is eigenlijk het beroep van timmerman ontstaan. Ja, maar in die steden, in die dorpen, waren die huizen toch precies hetzelfde. Lekker, het was alleen zo, in die steden gingen natuurlijk veel meer mensen wonen. Weet je wat ze toen deden? Gingen ze gewoon in de hoogte bouwen, de eerste flats. Konden ze meer mensen kwijt, maar het was natuurlijk ook levensgevaarlijk. Want het was hout, ja, en het was stro wat er gebruikt werd. Dat is zo brandbaar als ik weet niet wat. Zo is Londen plat gebrand. Ja, maar niet alleen Londen, hoor. Er zijn vele steden in Europa waar die stadskernen helemaal weg waren. Dat is de reden dat ze toen alles van steen gingen maken. Ja. Zit het wel goed qua brandveiligheid bij het tuinhuisje? Tuurlijk, kijk, voorkomen is beter dan blussen natuurlijk. Maar wanneer je moet blussen, moet je een goede brandblusser hebben. Wanneer je een waterblusser hebt, kun je eigenlijk de branden mee blussen. Behalve die met elektriciteit. Dan heb je een kooldioxideblusser nodig. Nou, verder heb je natuurlijk nog een poederblusser. Die is eigenlijk geschikt voor alle branden, maar dat geeft een ontzettende bende. En je hebt ook nog de schuimblusser, die geeft wel minder troep. Maar ja, als je brand gehad hebt, is het altijd een bende juist, hoor. Ik hoop het niet voor ze. Maar voor alle zekerheid, staat er een brandblusser? Ja hoor, Minna. Okay. Overal aan gedacht, kan geen kwaad. Oké. Okay. En dat verbrandt ook niet? Dat is toch helemaal goed. No me digas mentiras. No me digas mentiras. No me digas mentiras. No me digas, no me digas. Ayer me dijiste que tú me querías. Pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me De bouw van het huis is grotendeels klaar. Het is lekker weer, dus een mooie gelegenheid om de tuinverlichting aan te sluiten. Voor de tuinverlichting gebruik ik spaarlampen. Ze zijn wel wat duurder in aanschaf, maar ja, die investering die verdien je heus alweer terug, hoor. En ik heb een heel laag wattage genomen, want tuinverlichting is sfeerverlichting. Je hoeft er niet bij te kunnen lezen. Hey!
saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal, no es tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal, no es tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal. Gaatjes wil boren in geglazuurde tegels. Je wil altijd je boor die wil wegschieten en dan komt er een harde glazuur. Dat heb ik nou gedaan, de maat erop gezet, even een tapeje eroverheen geplakt. Dan is die oppervlakte wat ruw. Dan zet je je boren tegenaan en dan zet je hem nog niet op kloppen. Dan boor je eerst even door je glazuur heen. Daarna kan je hem op kloppen zetten wanneer er een stenen muur achter hebt zitten. Ik heb er een houten wand achter zitten, dus ik hoef niet te kloppen. Claudia, Jeffrey en Kimberly een tuinhuisje gemaakt waar ze heerlijk van de zomer kunnen gaan genieten. Listen boy, you met your match. I close my heart, secure the latch. I'll keep it locked should you decide it's time. To help me swallow foolish pride and to take me for yet another ride. Hallo jongelui, zeg hallo. Kom binnen en laat je verrassen. Nou, ik zeg, kijk eens rond en wat vind je ervan? Ik vind het helemaal geweldig. Dit is echt gaaf. Ja? Ja. Heel mooi. Nou, dan hoop ik voor jullie dat we een hele mooie en een lange zomer krijgen. En ik zou zeggen, geniet ervan. En als je aan een wijntje zit, denk er nog eens. Ja, zal mijn eigen huis. Zou ik zeker doen. Zeker doen. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Dankjewel, Nico. Now and then when they're at rest. Flocked in sleep in cuckoo's nests. Feeling safe, no need to hide. She opens doors and windows wide. Laat maar knallen, dat ding. Ja, gaan we doen. Dit is de laatste aflevering van het 11e seizoen Eigen Huis Tuin. Dat betekent dat vanaf volgende week de herhalingen te zien zijn van de afgelopen 9 maanden. Nou, men heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen dat Nico en ik afscheid nemen van het programma. Zeer zeker niet van Rob, overigens. Dus ik wens u heel veel kijkplezier met volgend seizoen Eigen Huis en Tuin. En jij veel sterkte. Veel succes. Ja, hey, bedankt voor jullie collegialiteit. En ja... Laten we eens proosten op al die mooie jaren die we gehad hebben. Want dat hebben we zeker. Er zijn gekke en leuke dingen gebeurd. Ja. We hebben heel veel plezier gehad. Dat is één ding wat zeker is. Hey. Ik ben er trots op. Ja, gezondheid. Ja, ik ook. Proost. Hey, en door een programma kan je vrienden voor het leven zijn. Hè? Zeker dat is waar. Proost. En dat zijn we. Maar weet je wat we eigenlijk moeten doen? Alle Sinterklaas recepten even op onze website. Voor we de recepten... Hoorde we. Gaat dat eigenlijk. Dat is de zaak. Ik val van het afstapje. Nou, nee! 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 Moet je kijken. Dit zit toch zo beter? Hey, weet je wat ze er nog meer van maken? Ja! Weet je. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Praxis en Trendhopper.